Dan gaan we naar Amersfoort, want daar worden ze helemaal gek van verkeershufters. Ja, midden in de nacht wakker worden van ronkende motoren en je eigen balkonnetje maar vermijden vanwege de verkeersherrie. Het is volop aan de gang daar in Amersfoort. Dit beeldmateriaal is op heterdaad gefilmd door bewoners zelf. En zij zijn de overlast door dit soort verkeershufters meer dan spuugzat. Amersfoort mag dan wel de beste stad van Europa zijn. Echt rustig slapen is er voor de inwoners niet bij. Het rommelt al een tijdje. Er is een heus actiecomité, de gemeente heeft een plan gemaakt. Maar de BOA's hebben geen middelen om echt een vuist te maken. Veel motoren, auto die getuned zijn, die echt aan het racen zijn met elkaar. En ja, het is echt verschrikkelijk. Je kan niet meer fatsoenlijk op balkon zitten. Er zijn ook al 9 bewoners die hier echt weggegaan zijn vanwege het geluidsoverlast. Er zijn heel veel manieren om dit probleem op te lossen. Je kunt denken aan trajectcontrole. Je kunt denken aan het opwerpen van verhogingen waardoor de snelheid sowieso terug moet. Het zijn slapeloze nachten. Je moet met de ramen dicht slapen. Sommigen slapen met oordoppen in. Kindjes die ook bang wakker worden van de knallen en van het geluid. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat het college een stap verder gaat. Dat het college één van die aspecten van controle gaat invoeren. Er wordt nu alleen gezegd in het stuk dat het waarschijnlijk moeilijk is om het in te voeren. Wil ik direct geloven, maar de burger heeft hier gesproken. Help ons en wij zijn als politiek aan zet om die hulp te gaan geven. Gisteravond heeft de gemeenteraad zich over de scheurterreur gebogen. En de burgemeester heeft toegezegd echt er wat aan te willen gaan doen. Ja, Saskia, wat zijn jouw gedachten als je dit ziet? Dat het niet zo moeilijk moet zijn om trajectcontrole of iets dergelijks of verkeersdrempels neer te leggen, waardoor in ieder geval die snelheid wat getemperd wordt. Ja, ik begrijp niet zo goed waarom dat soort maatregelen zo lang op zich moeten laten wachten. Dat mensen echt publiciteit gaan zoeken om te zorgen dat de maatregelen... Dat het veilig wordt. Ja. Ja.